Stik je gsm naar je zweek. Ratatata. Hey. Oh, zijn ze er al? Neem mijn ultie en bron naar je zoon te horen. Bro, dat is wel Beethoven, hè, gast? Dat is hoge cultuur, zullen we. Wat voor een volle bol zeg je eigenlijk? Maar wat is het probleem? Ik sta hier toch in de veilige zon, of niet, of wat? Ja, nou wel, ja. Maar er vliegen hier per dag wel meer dan 100 containers van 20 ton boven onze kop, hè? Ja, maar dat is het juist. Hé, gast, de vader van Beethoven. En dan zo'n gevaar boven uw kop zien slingeren. Dat is toch zalig? Allee, en dan weten we niet eens wat we moeten draaien op een begrafenis als er zo'n doos op mijn kop valt. Oh, zeg, tegenwoordig mag je niks niet meer. Wat is dat nou? Ja, maar dat is het punt niet, hè? Maar als die een ander in de kraan erboven, die zijn staart krijgt om op zijn telefoon een naadwaarde te zingen en ga je loopt hier gelijk naar een nozele Beethoven door de woorden te blazen, daar moet ik geen tekeningen bij maken, hè? Ta-da-da-da. Nou, eerst zeg, onze halen je. Bah. Trouwens, we zijn nu aan de aanschonen. Ja, op een paar aanschonen want aan jou komen, hè, als er 20 ton op komt. Ja, juist gelijk de platten, hè, ja. Wat is nou weer met de platten? Ja, ook niet willen, hè. De ene pot gebruiken om de andere eruit te slaan en krijg, draai vingers verbruizeld. Draai platte vingers dus. Ja, draai platte vingers, lach maar. Hey, we zullen eens lachen als die van haar gaat moet afkussen. Dan gaan we lachen. Ja, loop dat maar. Allee, doet die andere handschoenen al? Ja, het is al vol. Echt. Zievers. Komen ze er weer weg. Beethoven, je moet er echt eens naar luisteren, dat is ongelooflijk. Ken je de vader? Ja, natuurlijk. Ja.